Lieve mensen, heel hartelijk welkom op de eerste kerkennacht hier in Baren. Het is goed dat we in Baren nu ook een kerkennacht hebben. Het is een initiatief dat een aantal jaren geleden door de Raad van Kerken in Nederland is genomen. En gaandeweg steeds meer plaatsen is er een kerkennacht. En wij doen nu voor het eerst mee dit jaar. En ik ben daar heel erg trots op als voorzitter van de Raad van Kerken en trots op de commissie die dit heeft voorbereid. Erwin Heukels, jij hebt de kerkennacht mede georganiseerd en hoe ging dat? Nou, 2 jaar geleden waren we behoorlijk geïnspireerd in Utrecht, waar alle kerken open waren en een hele mooie avond eigenlijk beleefd hebben. Toen dachten we, dat kunnen we in Baren ook. Met onze Raad van Kerken hebben we toen de handen ineen geslagen. En alle 6 kerken die deelnemen zijn eigenlijk allemaal open nu. Ja, welke kerken nemen deel? Nou, alle 6 de kerken in Baren van de Raad van Kerken. Dus dat is de Pauluskerk, de Paaskerk, Nicolaaskerk, Maria Koningin die doopt mee met de Paaskerk, het Apostolisch Genootschap, doopsgezinde gemeente. Dus ruim de keuze vanavond. Ja, dus er is hier een goede samenwerking tussen alle kerken in Baren. Dat was eigenlijk misschien wat leukste van de hele voorbereiding. Dat je toch ziet hoe ieder op zijn eigen manier zijn kleur geeft. En een heel gevarieerd programma eigenlijk vanavond is. Ja, dus wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, zoals hier nu bijvoorbeeld op de Pauluskerk een Rembrandt-lezing. De gesloten kerk, dat is een gravure van Rembrandt, daar wordt van alles over verteld. Het thema van de kerkennacht is de kerk naar buiten, binnenste buiten. Nou, op die manier wordt het thema eigenlijk op de andere manier eens bekeken. Andere kerken die gaan mooi het werk, die hebben een mannenkoor, een districtsmannenkoor. In de Nicolaaskerk is er van alles te zien en te beleven natuurlijk, wat er aan pracht en praal eigenlijk in de kerk te vinden valt. Dus zo kun je eigenlijk overal wat anders vinden. Ja. Nou, er is best wel veel publiciteit aangegeven en dat heb jij ook verzorgd? Gelukkig was ik daar niet alleen in. Ik heb wat mogen coördineren. De teksten die komen van de kerken zelf. Diederik die heeft met Johan Boschaar gezorgd voor een uitermate mooie brochure waar het als het goed is helder in staat. Ja. Iedereen weet waar hij nu even naar binnen kan. Ja. En dat is eigenlijk het belangrijkste. We willen eigenlijk gewoon iedereen de gelegenheid bieden om die kerk waar je altijd langs fietst of langs rijdt, gewoon eens even over de drempel te stappen, dat kwartiertje toch een beetje de sfeer te proeven. Dan heb je een beetje een idee wat er eigenlijk gebeurt en wat er te zien valt.